Joke van der Velde, doe je het nog graag? Ja. Stilte. Ja. Nee, ik vind het echt superleuk. Oké, tot nu dan. Ja. Wat? Beste Joke van der Velde, ja. Doe even je ogen dicht. Oké. Okay. En stel je voor, ga even terug in de tijd. En denk even aan je allereerste blind date. Heb je dat ooit gedaan? Nee. Nee, oké. Beeld je dan even in dat je dat doet. Ja, oké. Okay. Een fantastische blind date. Echt zo'n knappe gast. Oh, ongelooflijk. En je zit daarmee in een Italiaans restaurantje. Zo'n typisch Italiaans restaurantje, niet veel licht. Je zit aan een rond tafeltje met zo'n tafellaken met rode en witte vierkantjes. Weet je wat ik wil zeggen? Ja. Er staat een kaarsje op tafel. En dat Giovanni's eigenlijk. Ja, en de date gaat supergoed. Mm-hmm. Totdat het gesprek stilvalt. Wat doe je dan in godsnaam? En je raakt een beetje in paniek, want elke stilte op zo'n eerste blind date is dodelijk, dat weet je. Wat moet je dan doen? Wel, daarvoor hebben wij elke week, en deze week heel speciaal voor jou, in de studio de enige man die jou kan helpen. Hij heet Dr. V. Dankjewel, Peter, voor de inleiding. Ik ga inderdaad een aantal tips geven. En we zitten op restaurant, dus daar, dat is de setting. Ja. Eline en Joke, twee blondines waarmee ik op restaurant zit. En ik geef tips voor als het gesprek stilvalt. Zeg, maar, kon ik kiezen of zo? Jawel, maar ik vind jullie allebei echt... Met twee is altijd beter dan alleen, vind ik. Dan, toch? Het is waar, hè? Het wordt nu al ongemakkelijk, dus laten we beginnen met het eerste onderwerp. Weten jullie waar van geld gemaakt is? Eline? Van geld? Maar, Joke? Papier, van hout? Nee, van katoen. Niet van papier. Ja, want je zegt altijd papier en geld, maar het is eigenlijk katoen. Maar katoen en geld? Ja. Ja. Dus eigenlijk kan je er ook een broek van maken. Daar komt op neer, hè, denk ik. Ja. Ja? Tof. Het gesprek valt opnieuw stil. En muntstukken probleem, dan? Want dat en muntstukken, die kan je niet... Dat is niet van katoen, hè? Dat is niet van katoen, dat is van een andere stof. Geen idee wat dat is. Het gesprek valt opnieuw stil. Geen enkel probleem, want je hebt nog een ander onderwerp in je mouw steken. Dan kan je zeggen, wisten jullie dat mannen die vroeg baardgroei krijgen, dus vroeg een baard krijgen, dat die ook vroeg kaal worden? Meestal. Ah, ik had al gezien bij u. Heb jij lang een baard? Ja, jongens. Ik had het al gezien. Ja. Ik dacht echt niet dat het over me... Ik heb inderdaad, sinds ik een jaar of 15 was, heb ik een baard, denk ik. Ik begin nu wat kaal te worden. Hey, maar er zijn ook dus mensen, die nooit een baard krijgen. Dat vind ik zo bizar. Dat sommige mannen dat echt nooit krijgen, dat vind ik ook jammer. Volledig zo groeit. Zo Of soms je hebt mannen een die mooie echt... baard. Dank u. Een mooie volle baard, ja. Zeg, en geldt dat dan ook voor een vrouw met een snor? Laten we hopen van niet. Het is heel raar ook dat de ober in het restaurant, want jij bent de ober. Hè, ik ga toch naar de keuken. Maar vrouwen hebben toch geen snor? Oeh. Sommigen toch wel. Sommigen wel, ja. En ja, met ouder worden, verandering van hormonen, zie je dat toch ook vaak, hè? Laten lezen. Ja, dat zou ik ook ooit doen, denk ik. Moest ik ooit een snor krijgen. En ik vind het ook raar dat ik dit nu zeg. Als twee vrouwen onder elkaar beginnen, dan loopt het dat is moeilijk. En dan moet je dus een nieuw onderwerpje. En je hebt nog een laatste onderwerp. Dus, dan kan je vragen om je date ook al een beetje in de moed te brengen. Omdat je straks natuurlijk van poepeke zwam wil gaan doen. En van tette kerus. Als het even kan. En dan kan je vragen, weten jullie hoeveel pornosterren verdienen? Eline? Ik? Excuseer. Al direct slikken, hè? Ik heb ooit eens gehoord dat mannen in de porno veel meer verdienen dan vrouwen. Omdat mannen langer moeten kunnen presteren, als ze natuurlijk al klaarkomen in het begin, dan kunnen ze niet meer verder. Maar iemand anders heeft me dan verteld dat dat helemaal niet waar is. Wel, ik ga je vertellen dat het niet waar is, want ik heb zelfs concrete cijfers... Maar ik wil gokken hoeveel! Ja, ik gok dat een vrouw in... gewoon al een vrouw, hè? Dat ik een vrouw heb het in dollar. Voor één aflevering? Eén. Voor één film. Voor één film. Ik denk dat dat dan zo... Ik denk €2000 of zo is. Of $2000. Mannen verdienen ongeveer $40,000 per jaar. En vrouwen $250,000. Wat dus $210,000 meer is. Dat is logisch, hè? Maar ook, het moeten niet altijd de mannen zijn die grootverdieners zijn. Hè? Amai, zeg. Hè? Ja. Joke? Elientje? Wij alle drie samen? Nee. Goed, maar ik heb probleem, want dan volgt de vraag die jouw hele leven kan veranderen, die jouw wereld op zijn kop kan zetten, namelijk de vraag van de avond. En die luidt als volgt, Eline de Munk. Ja. Muilen? Nee. Oké, geen probleem, dat is elke week hetzelfde. Maar nu,
Dames en heren, Joke van de Velde staat al meer dan een jaar droog, dus ik denk wel dat het antwoord positief zal zijn. Joke van de Velde, muilen? Met jou, Vincent? Ja. Altijd. Ja! Ik schuif even naar mijn stoel. Things that have been said here. You all ought to be ashamed of yourselves.